Wel, yo kijkers van Tof, het is super tof dat je kijkt deze nieuwe video. Het is nu 4 mei. En vandaag is heel laat de dag dat we gaan rijden. Dat is echt wat ik niet snap. En we moeten nu ook even de koffers in de auto. Het sneeuwt echt al bijna heel de week. Ik weet niet of je het kan zien. Stel scherp. Hij doet het niet door de was. Ja, alles is helemaal schoon. Oh, ik heb even doen. Even handdoek in het bad gooien. Alle van Ben en handdoek moet in het bad. Het bad is echt overstroomd. Waarschijnlijk zie je deze video echt pas 4. Maar waarschijnlijk zie je deze video echt pas om 11 mei als je naar nog veel kijkt. Want hier is de wifi zo slecht. We geen video's kunnen uploaden. En dan duurt het echt een uur voor een video van 10 minuten of zo. Ja. Hier. Oh, ik moet even gaan helpen terug. Ja, hij is dicht. Een hele puzzel. Is hij dicht. Oké, we zijn nu bij de eerste stop aangekomen bij de bakker. Het is geen heel laat. 7:58 precies. En iedereen is bij de bakker. Tijm en Olivier die slapen waarschijnlijk nog. Wow, vogeltjes. Daar zo. Oh, hij heeft een. Maar Tijm en Olivier die komen later pas. Wij gaan eerder rijden, maar komen ze echt pas bij de derde stop of zo tegen. En gaan nu een lekker croissantje eten in de auto. Dat gaat echt een troep worden. Maar ja. Oh, ze hebben nu al brood. Nou, dan ga ik lekker eten. Yo, kijk, van het is super tof dat jullie kijken naar naar deze nieuwe video. En dit is alweer de laatste skivakantievlog. Want ik zit al in de auto. En we gaan vertrekken. En jullie hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Die is al een uur geleden vertrokken. En ja, die is van mij. Dat is een snoepbak. Maar die van mij is de snoepbak. Nee, die is niet van mij. En dus Verlien is al een uur van tevoren vertrokken om de auto nog weg te zetten. En dus dat. Doei! Hey, staat Hollandia op? Zien jullie dat? Plaat. Kijk, hard sneeuw. Misschien komt van de auto. Ja. Ja. Hard sneeuw. Je hebt ook altijd zo'n 5 hoedes als je dan je oren weer ploppen. Nou jongens, Felien en zo zijn, hebben de verkeerde locatie ingetikt. Dus die zij zitten ongeveer een uur achter ons. En we zouden met z'n allen bij de Mac gaan eten. Allee, die zitten dus een uur achter ons. En die kunnen dus niet komen.
Ja, en dus nu is het wachten tot we straks weer tijd hebben en ze kunnen komen. 17 meter. Hallo. Nou, ik wou het inspreken. Hallo, ik ben Kroko en ik ben heel groot en ik ben heel lang. Hey, ga weg. Ando, kom eens. Nee, los. Ando 0180. Doe eens nou. Bel. Kom dan, hè? Hè? Nee! Auwie pauwie! Oh, hey! Daar zijn twee konijnen! Auw! Niet leuk! Nu leuk! Het was echt een perfecte timing. Luxemburg! Stop 3! Oké, kijk dit. Dit is een normaal pakketje Nutella dinges van 400 gram. En dan heb je dit. Ik weet niet hoe. Kijk dit. Dit is 3 kilo, maar is ook meteen 30 euro. Ugh. En dit is 400 gram. Ja. Wil je even meenemen, jongens? We gaan het even gestopt. Onderweg gaan we appeltje gehaald met een zandje en dan een kaas. En nu gaan we even rijden met de auto. Voor mij was dat, ik heb hem voor mij erop. Ik was heel vrolijk. Mike, dit is nog steeds wel.
Het is inmiddels de volgende dag en mijn camera was net was gisteren leeg, dus daarom kon ik niet meer filmen. En we moesten gewoon de koffers uitpakken en even helpen met alles. En de kat die je net zag, dat is Kitty. Dat is mijn kat. En die ligt hier. Hallo. Hallo. Dat is dus Kitty. En dan waren dit de vakantievlog. Ik weet niet of Martijn me heeft gefilmd. Maar het kan best wel even duren, want we gingen 27 april op vakantie en 4 mei gingen we weer terug. Maar het kan best wel even duren, want we editen het samen en timen we. Zodat een kwartier van ons af, dus het kan wel even duren. Dat is. En die achterhalve Kitty. Dat ding. Maar dit waren de vakantievlog, dan zeg ik nog maar één ding, wat ik wilde net zeggen. Zo, weet je. Dacht ik. In de kat en van later.